Op het Tientplein in Rotterdam is vannacht een gewonde man gevonden. De politie vermoedt dat hij op een zebrapad is aangereden en dat de dader er vandoor is gegaan. Het slachtoffer raakte gewond aan hoofd en benen. De man die maandagochtend om het leven kwam bij een schietpartij op het Stuyvesantplein in Den Haag is een 24-jarige Rotterdammer. De schietpartij vond even na 6 uur 's ochtends plaats. Het slachtoffer overleed ter plekke. Er zijn 3 verdachten aangehouden. De politie denkt dat het om een ruzie in de relationele sfeer ging. De volleyballers van Rivium Rotterdam zijn Nederlands kampioen geworden. De ploeg van coach Albert Christina won in het topsportcentrum de 4e wedstrijd in de Best of 5-serie tegen Lang Henkel Volley. Het staat nu 3-1 voor de Rotterdammers, waardoor ze niet meer in te halen zijn.